Mira Wouters is programmamanager IELTS bij Nictis. Mira, mag ik jou vragen om ons, en ik weet je kan er uren over praten, maar je gaat toch in een redelijk tempo ons proberen wat daar allemaal achter die monitor zit. En je neemt ons mee de diepte in. En we zijn bijzonder blij dat je dat wil doen. Mira ja. Wouters. Dankjewel. Natuurlijk heel, heel bijzonder en een mooie eer om te vertellen dit jaar wat er in de IELTS monitor staat. Je hebt er net al wat over vernomen. Hij is ook al live. Hij is ook al te zien op de website die jullie zojuist hebben gezien. Maar ik ga even nu de komende 20 minuten jullie meenemen door de belangrijkste resultaten. En ook verklaren wat de titel is en wat de aanbevelingen zijn dit jaar. De IELTS monitor bestaat dit jaar 5 jaar. Dat betekent dat we nu al 5 jaar onderzoek doen. Trendonderzoek naar het gebruik van IELTS, de gevoelens, de gedachten over de IELTS, de kansen op het gebied van IELTS. En dat doen we met onze teams van zorgverleners en zorgconsumenten. IELTS is een, ook weer een containerbegrip. Als je het op straat aan iemand vraagt, dan zal niet direct IELTS heel veel belletjes doen rinkelen. Daarom hebben wij het onderzoek opgedeeld in 5 verschillende thema's. Dat zijn ook de hoofdstukken van ons rapport. Hier ziet u ze. Deze presentatie neem ik u mee door die 5 thema's. Maar even voor de verduidelijking. We hebben het over gemak en service voor zorggebruikers. Dat zijn echt de diensten gemak veroorzaken. Het online aanvragen van herhaalrecept. Het digitaal maken van een afspraak. Het e-consult. Dat zijn er voorbeelden van. Ontsluiting van medische gegevens voor de patiënt. Dat gaat over het online inzagen in je eigen dossier. En wat je daarmee kan doen. Zelfmanagement en online behandeling. Nou, het zelf meten, het bijhouden van gezondheidsgegevens. Begeleiding en ondersteuning op afstand. Dat het telemonitoren, het beeldbellen. Je blijft thuis en toch heb je contact met je zorgverlener. Nou, een elektronisch dossiervoering en communicatie gaat echt over het uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners. Nou hebben wij een hele hoop data en wij wilden u vandaag door die data meenemen aan de hand van prikkels. Dus ik zal voor elk thema zou ik een prikkel laten zien en beschrijven. Dat zijn niet de conclusies of de resultaten of de deelconclusies van het hoofdstuk, maar dat zijn eigenlijk meer de onderwerpen die wij ook in onze discussie hebben gevoerd als onderzoekers. En daar wil ik u meenemen in wat eigenlijk de gedachtegang weer is achter de IELTS monitor van dit jaar. Dan beginnen we bij gemak en service. 100% aanbod is 100% gebruik, met een vraagteken. Want elk jaar zien wij terug in de monitor dat het aanbod beduidend hoger ligt dan het gebruik. En dit jaar hebben we ons eigenlijk ook eerst voor het eerst de vraag gesteld, hoe erg is dat? Wat is eigenlijk een reëel gebruik en wat is eigenlijk ook een reëel aanbod? En het antwoord daarop is dat je echt ook moet kijken naar wat de relevantie is voor de eindgebruiker. Nou, we gebruiken hier het e-consult als voorbeeld. We zien dat e-consult door de huisartsen aangegeven is dat dat in 44% van de huisartsen is dat het op dit moment mogelijk. 20% van de zorggebruikers weet hiervan. En 9% maakt hier gebruik van. Nou, dat betekent dat op dit moment het e-consult, bij de huisarts in dit geval, voor 9% van de zorggebruikers relevant is, want die gebruiken dat. Dat is natuurlijk ook nog een hele grote groep die niet weet dat het mogelijk is. Dat zien we eigenlijk ook elk jaar terugkomen. En daar kom ik eigenlijk op mijn volgende punt. Dat zien we namelijk ook bij als we het hebben over online inzagen. Het doen om te ervaren. Nou, ervaring, hebben wij gezien, is enorm belangrijk om meerwaarde te ervaren van e-health toepassingen. En dat zie je al in de veranderkunde. Vorig jaar was de titel van de e-health monitor meer dan techniek. En toen hebben we ook opgeroepen op maatschappelijke innovatie. Er moet echt verandering plaatsvinden op maatschappelijk niveau. En ervaring is daar een heel belangrijk onderdeel in. Wat we zien, als we het hebben over aanbod en gebruik. Kijk, het aanbod gaat niet toenemen door nog meer aanbod. Of het gebruik gaat niet toenemen door nog meer aanbod. Het gebruik gaat toenemen doordat mensen gaan ervaren. En door ervaring leren wat de meerwaarde is. Nou, deze tekening gaat over het online inzien van medische gegevens door chronisch zieken. Je moet het hoofd even draaien om het goed te kunnen lezen. Maar wat we hebben gemeten, wat we hebben ontdekt, is dat chronisch zieken die inzage hebben gehad in hun medisch dossier daar heel veel voordelen van ervaren. Nou, betere voorbereiding op een afspraak. Het controleren van eigen gegevens, ook heel belangrijk. Ook weer in het licht van medicatieveiligheid, wat net genoemd werd. Maar ook het krijgen van meer inzicht. De doelstelling van minister Schippers van 2014. 3 doelstellingen, die meten wij ook jaarlijks in de monitor.
Ik licht ze ook toe in deze presentatie. Een van die doelstellingen ging over het zelfmanagement. 75% van de chronisch zieke en kwetsbare ouderen die dit willen en die toe in staat zijn, kunnen binnen 5 jaar zelfstandig metingen uitvoeren. Nou, we hebben goed nieuws, want die doelstelling is behaald. Als we kijken naar de chronisch zieke en kwetsbare ouderen die op dit moment zelf hun gezondheidswaarde meten en bijhouden, zien we dat, nou, als we die groep pakken waarvan we zeggen die dat kunnen en die het willen en die ertoe in staat zijn, is de groep die ja zegt, is zeker over die 75%. Dus dat is behaald. Er zit ook nog een groep die zegt, nee, maar ik wil wel. Nou, dat is natuurlijk een interessante groep om ons op te richten. Maar er is ook een grote groep die zegt, ik wil wel, maar ik kan niet. En nog grotere groep die zegt, nee, ik wil niet. En ook dat is weer een interessante groep. Want we hebben ontdekt dat mensen die op dit moment aangeven niet te willen meten, daar soms hele goede redenen voor hebben. Want het is niet relevant om te meten, of de arts meet al, of het is een mantelzorger die meet. Maar er zullen ook mensen zijn die misschien bang zijn om te meten, of die daar toegevoegde waarde niet helemaal van inzien. En dan is het natuurlijk heel goed om te gaan kijken hoe we die mensen toch ook kunnen overtuigen van de meerwaarde van e-health. Omdat het kan leiden tot echt een verbetering van de kwaliteit van leven. Zelfmeting, zelfmanagement is ook weer een onderwerp wat soms wat meer verklaring nodig heeft. Wat nou precies de meerwaarde kan zijn. En wij dachten dit jaar dat wij dat het beste konden laten zien door iemand die dat in de praktijk heeft ervaren dat te laten vertellen. Wat voor mij ook een groot voordeel is van de MedApp is dat ik mijn gegevens in kan geven elke dag van wat heb ik gegeten en hoe voel ik mijzelf. Wat eigenlijk voor mij resulteerde in dat ik erachter kwam dat ik na het innemen van een bepaald medicijn voor de leukemie misselijk werd na het avondeten. Nou, toen kon ik terugvinden in de gegevens van de MedApp dat het kwam door eerst warm te eten en daarna de medicijnen innemen, dat ik dat om moest keren. Dat heb ik toen omgekeerd en toen ging het gewoon een stuk beter. Het is natuurlijk mooi om aan te geven wat het stuk zelfinzicht en het stuk zelfregie kan doen in jouw dagelijks leven als patiënt. En wat Cor Schenkenberg hier mooi laat zien is dat op het moment dat jij zelf inzicht krijgt in wat je behandeling met je doet, dat natuurlijk een mooi onderwerp is om te bespreken met je zorgverlener, om te kijken, nou, wat kan ik aanpassen, zodat ik mij ook echt beter ga voelen, zodat mijn kwaliteit van leven kan verbeteren. Telemonitoring werd net al even genoemd. Telemonitoring is een van die uitdagende onderwerpen wat wij ook weer dit jaar en jaren hiervoor in ieder geval monitor terugzagen. Is iets wat zichzelf nog moest bewijzen. En telemonitoring heeft zichzelf intussen al op een aantal gebieden bewezen. Nou, Ronald noemde het net al. Onderzoek heeft aangetoond dat telemonitoring voor mensen met diabetes en met hartfalen toegevoegde waarde heeft. Dat wordt ook zo gezien door artsen. We zien dat huisartsen, bijna de helft van de huisartsen vindt het wenselijk dat telemonitoring wordt ingezet bij diabetes. Nou, en 40% van de medisch specialisten, voor wie dat ook weer relevant is, ziet dat ook. Het wordt nog niet heel veel gebruikt op dit moment, maar dit is een mooie kans om telemonitoring meer gericht in te gaan zetten. En ook weer, op het moment dat je gericht inzet, is de kans van slagen veel groter. En als de kans van slagen groter is, betekent dat we meer ervaring gaan opdoen. En dat we op een gegeven moment ook meer breder toepassingen kunnen inzetten die zichzelf nog meer bewezen hebben. En nog één onderwerp in het hoofdstuk begeleiding, ondersteuning en afstand, wat ik vandaag met u wilde delen, de digitale medicatieondersteuning. Lies Gennep noemde het net al, medicatieveiligheid is een enorm belangrijk speerpunt. En dat wordt door verpleegkundigen in het veld erkend. Nou, ik pak even het voorbeeld van digitale dubbele medicatiecontrole. Wanneer is dat van toepassing? Verpleegkundigen die bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis werkzaam zijn en die medicatie moeten toedienen bij patiënten, hebben daar op het moment dat er sprake is van kritische medicatie, hebben ze daar het vier-ogen-principe. Kijkt een collega, kijkt mee op het moment dat de medicatie toegediend wordt. We weten natuurlijk allemaal dat er ook capaciteitsproblemen zijn in de zorg. Dus er kan niet altijd een collega voorhanden zijn. Nou, op het moment dat dat niet mogelijk is, kan er zich een gevaarlijke situatie voordoen. Nou, digitale dubbele medicatiecontrole zorgt ervoor dat er op afstand een collega kan meekijken, zodat er altijd gecontroleerd gaat worden of de juiste medicatie in de juiste dosering bij de patiënt wordt toegediend. Nou, zoals u ziet,
Bijna 90% van de verpleegkundigen vindt dit noodzakelijk of wenselijk. En het wordt door 23% van de verpleegkundigen op dit moment gebruikt. Dat is ook weer een geweldige kans om verbetering in de praktijk te veroorzaken door dit mogelijk te gaan maken. Maar daar is ook weer wat voor nodig. Elektronische dossiervoering, communicatie. Op zich, elektronische dossiervoering gaat heel goed. Nederland is echt een land wat op het gebied van het bijhouden van dossiers echt voorop loopt. Het uitwisselen van dit dossier tussen de verschillende zorgverleners gaat eigenlijk ook op heel veel gebieden gaat dat goed. En ook heeft de afgelopen jaren ook verbeterd. Wat we wel zien, want we houden natuurlijk ook van momenten of van onderwerpen die voor verbetering vatbaar zijn, is dat op lokaal niveau daar ook nog echt veel winst te maken is. En gelukkig ook weer met draagvlak. De huisartsen geven aan dat zij graag een gegevens willen kunnen uitwisselen met wijkverpleegkundigen, met verpleeghuizen. Thuiszorgorganisatie, op dit moment is dat niet mogelijk. Maar daar kan aan gewerkt worden. En ook daarin, om een goed en gedeeld, accuraat beeld van de patiënt te krijgen, is het tijdig uitwisselen van dat dossier echt essentieel. En ook medisch specialisten geven aan dat er nog op heel veel gebieden winst te maken is. En ook dat hebben we weer door iemand uit de praktijk laten toelichten. Uit de jaarlijkse e-health monitor blijkt dat het voor veel medisch specialisten in 2017 nog niet mogelijk is om elektronisch gegevens uit te wisselen met de meeste andere zorgverleners of zorginstellingen. In vergelijking met huisartsen ervaren medisch specialisten meer problemen met de huidige ICT-systemen. Zo geeft bijna de helft, 48%, aan dat de systemen niet naar behoren werken. Slechts 19% is van mening dat de ICT-systemen voldoende beschikbaar zijn. Uit eigen ervaring heb ik meegemaakt dat ik in een ziekenhuis kwam te liggen en dat ze mijn gegevens eigenlijk alle minuut nodig hadden. En dat ik daar eerst toestemming voor moest geven, maar dat kon ik niet, want ik was beneden in de operatiekamer. Toen is dat pas de volgende dag gebeurd. En eigenlijk moet, als je toegeeft van, of aangeeft van ik wil dat mijn patiëntendossier gedeeld wordt, dat er automatisch bij hoort dat de dienstdoende zorgverlener ook gelijk inzage krijgt in het dossier. Als we kijken naar de overdracht van medische gegevens, dan blijven daar gewoon hele grote barrières in bestaan. En dat is voor ons als arts in het ziekenhuis echt een groot probleem. Een patiënt die binnenkomt op de eerste hulp, die wij hier niet kennen, daar hebben we eigenlijk geen gegevens van beschikbaar. We behouden dus via het landelijk schakelpunt dat we medicatiegegevens kunnen inzien. Maar voor de rest zijn we volledig afhankelijk van wat er actief meegestuurd wordt door de huisarts. En ook bij de huisarts zie je dat een dienstdoend huisarts vaak geen volledige toegang heeft tot de meeste gegevens van de reguliere huisarts. Dus daar zijn echt denk ik nog hele grote stappen te maken in Nederland. De cliënten waar wij komen, die hebben met een hele diverse groep aan zorgverleners te maken. Zowel het ziekenhuis, de huisarts, de praktijkondersteuner. Ook op het welzijnsdomein hebben ze ook mee te maken, maatschappelijk werk bijvoorbeeld. Ik zou het ontzettend mooi vinden als we dossiers meer kunnen integreren, dus meer communicatie met elkaar. Omdat we nu merken dat het lastig is dat andere disciplines niet in ons dossier kunnen kijken. Dus het zou heel mooi zijn als daar een verbetering op komt. Zonder gestandardiseerde elektronische uitwisseling sta je er als arts alleen voor. Zonder elektronische uitwisseling sta je er als arts alleen voor. Dat doet wel wat met mij. We willen natuurlijk niet dat de zorgverleners of de patiënten, dat die er alleen voor staan op het moment dat het mogelijk is en dat het te realiseren is om die uitwisseling, om dat gedeelde beeld wat je wil hebben van mensen die jij ziet als zorgverlener, dat je dat kunt regelen. Ook weer wat ik al zei, er is echt verbetering opgetreden de afgelopen jaren. Het kan wel, en het wordt ook belangrijk gevonden. Maar nog steeds ontvangt 49% van de medisch specialisten geen actueel medicatieoverzicht van de apotheek bij opname van een patiënt. En wil dat wel. Andersom wil de apotheek ook, en de huisarts wil ook een overzicht ontvangen van een nieuwe medicatie van de patiënt na ontslag. Dat gaat nu nog heel moeilijk. En dat kan enorm verbeteren, maar daar moeten we wel moeite voor doen. De aanbevelingen van dit jaar. Ik loop er even snel doorheen. Er staat enorm veel in. In het rapport kunt u het allemaal terugvinden. Maar het belangrijkste is dat onze aanbevelingen gelijk zijn aan onze titel. Kies bewust voor e-health. Wat wij hebben gezien is dat er
echt veel kansen zijn in de zorg. Maar die kansen moeten wel gericht nut worden. Het inzet van IEL vraagt echt om een goede implementatiestrategie. En dat begint met duidelijk weten als aanbieder, als zorgverlener, waarom je het inzet. En het klinkt heel makkelijk, maar in de praktijk zien we het nog heel vaak misgaan. En we roepen het heel vaak, maar IELF is geen middel. Of het is geen doel, het is een middel. We moeten het dus ook niet als doel behandelen. Het is een ander doel wat we willen bereiken. Het doel wat we willen bereiken is verbeterde medicatieveiligheid. Het doel wat we willen bereiken is meer regie voor de patiënt. Het doel wat we willen bereiken is een accuraat gedeeld beeld van de patiënt. Dus het begint met het bedenken van het waarom en het wat en met name ook voor wie. Nogmaals, bij telemonitoring zagen we, telemonitoring is niet voor alle chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Maar een deel van de kwetsbare ouderen en chronisch zieken kan daar wel veel baat bij hebben. Nou, de tweede aanbeveling gaat echt in om dat uitwisselen van de medische gegevens en medicatiecontrole voor de medicatieveiligheid. We hebben dit als aparte aanbeveling opgenomen omdat het zo belangrijk wordt gevonden in het veld dat dit goed geregeld wordt. Dat we daar speciale noodzaak aan wilden geven. Het goed uitwisselen van het dossier verbetert uiteindelijk ook de mogelijkheid van inzage door de patiënt. Ik bedoel, het begint met dossiervoering, begint met mogelijkheden tot het ontsluiten. En ook uiteindelijk dan kan die patiënt die online inzage ook veel beter dan krijgen. Dus het heeft ook langere meer consequenties en meer positieve gevolgen dan alleen het uitwisselen. Ook daar zit weer een hoger doel. Het kan echt de zorg verbeteren. Ervaring hadden we al gezegd. Ervaring is een hele belangrijke component ook dit jaar, omdat ervaring doet meer dan informeren. Informeren is nog steeds belangrijk. Nog steeds weten heel veel mensen niet wat er mogelijk is. Maar het ervaring maakt ook echt dat de meerwaarde gevoeld wordt. En ervaring is iets wat ook heel goed door ambassadeurs getriggerd kan worden. We zagen net het verhaal van Cor Schenkenberg. Het ervaren van de gevolgen van online inzage. Het ervaren van wat doet het nou op het moment dat je zelf gaat meten. Dat kan natuurlijk fantastisch gedeeld worden met mensen die hetzelfde schuitje zitten als jij. En dat geldt ook voor zorgverleners. Op het moment dat een medehuisarts laat zien wat de mogelijkheden zijn van een e-consult, is dat toch wat toegankelijker en wat makkelijker voelbaar in de praktijk dan dat we het nog een keertje gaan vertellen. Dus het stimuleren van die ervaring vonden wij een hele belangrijke. Nou blijft natuurlijk het informeren, het communiceren, het begeleiden ook nog steeds echt essentieel. En weer, we zien in de e-health-monitor van dit jaar, er is heel veel ook nog niet duidelijk. Zorgverleners geven ook geregeld aan niet te weten hoe het dan zit met richtlijnen en met regels. En wat zijn dan precies de vergoedingen op het moment dat je een e-consult inzet? Ja, daar kan duidelijkheid over gecreëerd worden. En dat zit toch met name in die richtlijnen. En die begeleiding bij de implementatie komt er ook weer op neer dat we mensen meenemen in de positieve gevolgen die het kan hebben. En tenslotte het hoe. He, we hadden het over het waarom, het wat en voor wie. En dan is de vraag die er ook nog ligt, is het hoe dan? Implementatie is een heel complex proces. En er zijn voorbeelden in de praktijk, de good practices. We weten ook de mislukte voorbeelden in de praktijk. Maar we weten soms niet zo goed waarom dat precies goed is gegaan. Of waarom dat precies slecht is gegaan. En wij denken dat het goed is om daar onderzoek naar te doen. Om echt een analyse te maken van een geslaagd voorbeeld. Waar lag het aan? Lag het aan het draagvlak? Lag het aan de groep mensen die geselecteerd werd? Lag het aan de informatie die verstrekt is? Dat kan heel veel inzicht geven in waarom een implementatie geslaagd is of niet. En met name die hoe-vraag is in de praktijk ook echt, zien wij weer terugkeren. En is echt noodzaak om dat goed te organiseren. Ik wil het hierbij laten voor nu. Wij hebben het rapport eigenlijk niet heel erg gedrukt, want we zijn digitaal. Dus u kunt dat vinden op de website die je aan het begin zag. We hebben wel een stand hier vandaag en daar hebben wij een hele mooie infographic. Wat een heel maar niet heel groot dik pakket inzicht geeft in wat de resultaten van dit jaar zijn en wat de aanbevelingen zijn. Dus u kunt langskomen en dan kunt u hem komen halen bij ons. En dan wil ik u bedanken voor uw aandacht.